In de afgelopen maanden zijn er erg veel aantijgingen aan mijn naam gericht. De governor, of in dit geval nu ex-governor, die nu minister van Financiën is, die is constant gecriminaliseerd geworden als de zijnde culprit voor wat er op dit moment gebeurt. Ik wil een paar zaken heel duidelijk stellen. Ik ben minister geworden op 12 augustus en het ministerie van Financiën officieel overgenomen op 13 augustus. Ik wil dus hierbij benadrukken dat ik voor die periode gediend heb als governor van de Centrale Bank. Ik wil ook benadrukken dat ik geen enkel moment verantwoordelijkheid had over het ministerie. Ik heb geen kredietopening gegeven. Ik heb geen autorisaties verleend. Ik heb geen leningen afgesloten. Mijn rol als governor van de Centrale Bank is een adviserende rol geweest. Het financieel beleid van de regering is een beleid van de regering, niet van de Centrale Bank. In mijn rol als bankpresident heb ik overheidsfinanciën altijd kritisch begeleid. De regering kan beamen dat ik altijd een waarschuwend geluid heb laten horen. Toen we zagen dat het getij begon te keren in januari 2013, was ik de eerste die hierop alarmeerde. In september 2013, toen ik monetaire maatregelen aankondigde, in principe bijna in zo'n setting vanuit de Centrale Bank, ben ik heel scherp publiekelijk uitgekomen. Na het ontslag van minister Weyneman is het ministerie van Financiën een black box geworden voor de Centrale Bank. Ik heb nooit vanaf januari 2014 inzage gehad in de echte cijfers. Tot voor kort na de verkiezing heeft de toenmalige minister van Financiën ons medegedeeld dat de achterstaande rondom de 300 miljoen zaten. De economische politiekvoering, de monetaire besluiten hebben zich altijd gebaseerd rond de understanding dat we met 300 miljoen achterstaande zaten. Per 13 augustus, toen ik een uitdraai vroeg van wat open was, kreeg ik de juiste informatie. Ik heb altijd aan de mensen van Financiën gevraagd hoe het kwam dat ze nooit aan de alarmbel hebben getrokken en me heeft aangegeven dat ze geen toegang hadden tot de informatie. Het beleid werd door de minister en door een van zijn adviseurs bepaald. Mijn job is niet achteruit te kijken, mijn job is om op te ruimen. En dat is waarvoor ik daarvoor ben. Het stoort mij enorm dat men alles gelijk heeft aangegrepen om de governor van de Centrale Bank in een kwaad daglicht te gaan stellen. Mijn vraag is, waar waren de controlemechanismes? Waar was de vaste commissie financiën van de DNA? Ik hoor nog meneer Tjenatsoy luid praten van de governor's schuld. Meneer Boussaï die vond dat hij de adviseur was van de minister en dat hij hem uitlegde wat het IMF-rapport was. Waarom was er nooit aan de bel getrokken? We zien een bepaalde lijn in al deze aantijgingen. Het zijn dezelfde mensen die anderhalf jaar zich dood hebben gezwegen over financiën. En opeens is het weer de governor die de beschuldigde vinger kreeg. Ik kan u zeggen dat toen ik terugkwam naar 2010 naar Suriname, ik het met alle plezier deed. Mijn job was de Centrale Bank te versterken en dat heb ik gedaan. Er zijn afdelingen opgericht die niet bestonden. We zijn gegaan van een afdeling personeelszaken naar human resource. Van boekhouden naar accounting. Internal auditing is opgezet, procurement is opgezet. Er is een duidelijke focus geweest naar policy. Onze website staat vol met publicaties die voor 2010 totaal niet beschikbaar waren voor niets en niemand. Zelfs het laatste Financial Stability Rapport dat gisteren is uitgekomen, kan ik u zeggen
dat het een van mijn grootste wensen was. En ik ben de grootste driver geweest om dat Financial Stability Team op te zetten. En ervoor te zorgen dat we vanaf nu elk jaar met een Financial Stability Report kunnen uitkomen. We hebben gewerkt aan versterking van het toezicht. We hebben governance codes geïntroduceerd. En we hebben moderne wetten tot leven gebracht. Dat is mijn job geweest als governor van de Centrale Bank. En als ik niet in de keuken van het ministerie van Financiën kan kijken, of als ik verkeerde cijfers krijg voorgeschoteld, dan is dat waarom ik praat. Dan moet het publiek, dan moet de gemeenschap de schuldigen zoeken waar de schuldigen zijn. Ik dank u.